Amsterdam en eigenlijk heel Nederland is opgeschrikt door een grote ontuchtzaak. Op het door moord is doodslag, brandstichting en verkrachting. Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Kijk, wat ze met Robert M. moeten doen, naar ontwikkelingsfractuur, wordt in ieder geval zijn strot afgesneden. Onderzoek naar Robert M. in zedenzaak gaat maanden duren. Het gaat om 8 miljoen ordners papier. Wij hebben allemaal een lopende praktijk met 100 tot 150 zaken. Wie gaat wat lezen? Kinderpornografie van Robert en van zijn echtgenoot. Wat mij is opgevallen is dat er heel expliciet en heel gedetailleerd op in werd gegaan. 26 minuten lang. Van ernstig, zeer ernstig. Sommige dingen waren echt te gruwelijk voor woord. Ik vind het fysiek loodzwaar, mentaal ook. Een hele dag Robert M., dat trek ik niet. Als er weer een grote zaak komt, dan zegt deze meneer dus wel nee. Glashelder. De ellende van deze zaak is dat er zoveel bewijs is. Ik heb van tevoren gezegd, deze zaak leidt sowieso tot 3 of 4 wetswijzigingen. Staatssecretaris Steven wil ouders van slachtoffers spreekrecht geven bij rechtszaken. Het proces dient hier gevoerd te worden, in de bunker. Schande. He, dus de staatssecretaris bemoeit zich met de lopende rechten. En de tegenovergestelde beweging is dat rechters gaan zeggen... Gelet op de spelende emoties, passen we de wet niet toe, maar schuiven we die aan de kant. En dan denk ik, wat gaat er nog meer gebeuren?